Hoi, leuk dat je kijkt naar Hoe speel je? Ik ben Melvin van Lobbes en vandaag spelen we een dobbelspel, maar dan zonder dobbelstenen en met potloden. Huh? Ben je benieuwd? Kijk snel mee, dan leg ik je uit hoe je pick-up en tuinen speelt. Tijdens dit spel kies je steeds één van de gerolde potloden, kleur je het desbetreffende aantal vakjes op de tuinen op je scorevel in en door de manier waarop je ze inkleurt kun je punten en bonuspunten verdienen. Om te beginnen krijgt elke speler daarvoor een scorevel en er wordt aangeraden om met niveau 1 te beginnen. Dat zie je linksboven links bovenaan de vellen en pas later in het spel niveau 2 te proberen of uiteindelijk niveau 3. De speler met de meest bontgekleurde kleding is de startspeler. En hij neemt alle vijfde kleurpotloden en rolt ze midden op tafel. Vervolgens moet hij één potlood kiezen en hardop het getal noemen wat daar bovenop te lezen is. Bijvoorbeeld 2. Hij kiest dan een aantal vakjes om in te kleuren op zijn scorevel. Uh, het moeten er sowieso twee zijn, maar hij kiest bijvoorbeeld deze twee. Voilà. En daarna is de volgende speler aan de beurt. De volgende speler kiest een potlood, noemt het getal, kleurt daarmee een aantal vakjes op zijn scorevel enzovoort, Tot de potloden in het midden op zijn. De speler die dan aan de beurt is, die kijkt om zich heen, verzamelt alle potloden weer en gooit ze opnieuw... In het midden van de tafel. Ik kies er weer een uit waardoor het spel weer verder gaat. Voor het inkleuren van de velden gelden de volgende regels. De speler moet exact evenveel velden inkleuren als het aantal wat hij vanaf de zijde van het potlood heeft voorgelezen. Elk veld mag maximaal één keer worden ingekleurd. En alle velden die een speler tijdens een beurt inkleurt, moeten als groep aan elkaar verbonden zijn. Dus ik mag er niet hier twee doen en daar nog eens twee. De eerste keer mag een speler een plek uitzoeken om te beginnen met kleuren. Maar daarna moet hij altijd verder kleuren met tenminste één veld aangrenzend aan het veld wat al ingekleurd is. Dat betekent dat alle ingekleurde velden aan elkaar moeten grenzen als één groep. Kan of wil een speler niet exact dat aantal velden van het potlood inkleuren? Pakt hij alsnog het potlood, maar dan kan hij ervoor kiezen om het eerstvolgende lege potloodsymbool in te kleuren. Hij begint links. Levert hem één strafpunt op, maar hoe vaker dat hij, hij dat doet, hoe meer strafpunten hij daarvoor krijgt. Zoals te zien op het speelveld zijn verschillende tuinen zichtbaar. Tijdens het kleuren mag je gewoon over deze grenzen heen gaan, maar zodra je een volle tuin hebt ingekleurd, dus een omrand gebied, dan scoor je daarmee punten. Heb ik bijvoorbeeld mijn eerste oranje tuin afgemaakt, dan begin ik bij oranje bovenaan en kleur ik dit vakje in, waardoor ik. ...twee punten verdien. Als ik later in het spel nog eens een oranje tuin afmaak... ...dan krijg ik daarvoor... ...drie punten. Enzovoorts. Van boven naar onder. Heb ik een vierde tuin af... ...of een derde tuin, dan krijg ik vier punten. Maar stel dat ik uiteindelijk nog een vierde oranje tuin afmaak... ...dan krijg ik daarvoor geen extra punten. Drie tuinen van één kleur is meer dan voldoende. Dus ik wil goed proberen te verdelen welke tuinen ik afmaak. Heb ik namelijk van elke kleur... 1 tuin af, al deze 5 kleuren, dan krijg ik 5 keer die 2 punten, maar ook nog eens een bonus van 10 punten. Dus dat tel ik bij elkaar op en daar kan ik dan 20 opschrijven. Op deze manier probeer ik goed te verdelen van welke kleuren ik welke tuinen afmaak. Het maakt voor het afstrepen van tuinen niet uit hoe groot de tuin is: 2, 6. Een volle tuin is een volle tuin. Maar dan zijn er ook nog de bonte tuinen. Dat zijn tuinen die met alle vijf kleuren zijn ingekleurd. Als dat je lukt, dan krijg je ook hiervoor punten. Dat is deze rij. Ik begin aan de linkerkant. Lukt dat mij voor het eerst? krijg ik zes punten voor één bonte tuin. Heb ik een tweede bonte tuin? Dan krijg ik nog eens zes punten. En lukt het mij om vijf bonte tuinen te maken? Dan krijg ik naast al die punten een bonus van 30 punten. Tot slot er zijn ook punten te verdienen als je een bepaald doel als eerste haalt. Er zijn drie varianten. Ben jij de eerste speler die alle velden aan de rand van het speelveld heeft ingekleurd, dan krijg je daarvoor 6 punten bonus. Ben jij de eerste speler die alle velden inkleurt en daarmee ook het spel beëindigt, dan krijg jij 6 punten bonus. En ben jij aan het einde van het spel, tijdens de puntentelling, de speler die het grootste gebied van één kleur heeft, dat mag dus over meerdere tuingrenzen heen gaan, dan krijg jij zes punten bonus. Bij een gelijke stand, stel ik heb hier tien tuinen of, tuin of velden van één kleur en een andere speler heeft er ook tien, dan wordt deze bonus niet verdeeld. Het spel is afgelopen wanneer of een speler het laatste veld op zijn scoreveld heeft ingekleurd, of wanneer een speler zijn laatste potloodsymbool heeft ingekleurd. Het spel is dan direct voorbij en elke, te, elke speler telt zijn verzamelde punten van zijn scorevel bij elkaar op. Eventuele strafpunten van de ingekleurde potloodsymbolen worden daar weer afgehaald. En uiteindelijk schrijf je je totale score in dit veld rechtsonderin. De speler met de hoogste score die heeft het spel gewonnen. En dat zijn de regels voor het eerste niveau van Pick a Pen Tuinen. Er zijn op de scorevelden van niveau 2 en 3... Nog een aantal extra regels te ontdekken. Dat laat ik aan jullie zelf om te ontdekken. Hoe dan ook, heel veel plezier met het spelen. En tot de volgende keer bij Lobos. Hoi, hoi.